ons aan, hè, mijn klein geweertje. Twee dagen later. Zit weer in de cel. Ik zit hier in de cel door die stomme boel. Sorry, ik had weer huiswerk. Ja. Hallo, ik ben Lilith en ik ga een meditatieverhaaltje voorlezen uit De Wensster. De schrijfster van dit prachtige boek is Magnita Gekas. Meditatieverhaaltjes zijn eigenlijk goed om je echt tot rust te laten komen. Of je kan bijvoorbeeld niet slapen en je wordt daar gewoon heel erg rustig van. Het verhaaltje dat we vandaag gaan lezen is De Grabbelkist. Dus ga maar zitten of liggen en ontspan je maar gewoon. Doe je ogen dicht en wees heel stil. Adem diep in en uit. En stel je voor dat er een enorme gekleurde kist voor je neus staat. Dit is een grabbelkist. Als je je hand erin doet, voel je allemaal cadeautjes. Mooi verpakt en in allerlei soorten en maten. Net als bij een grabbelton. Wanneer je de cadeautjes aanraakt, hoor je het pakpapier ritselen. Kijk eens hoe ver je met je arm de kist in kunt komen. Als je eraan toe bent, mag je één van de cadeautjes uitkiezen. En zodra je je keuze uit de grabbelkist gemaakt hebt, pak je het cadeautje eruit en kijk je naar het fleurige papier. Daar staat duidelijk jouw naam op. Je bent helemaal enthousiast. Wat is het toch heerlijk om cadeautjes te krijgen? Langzaam maak je het pakje open. Wat heb je gekregen? Je bent heel erg blij met je cadeau. Het is precies wat je altijd al wilde. Je gaat er gelijk mee spelen. Elke keer dat je een beetje opgevrolijkt wil worden, kun je naar deze grabbelkist toe gaan om een cadeautje voor jezelf uit te zoeken. En dan, als je er aan toe bent, beweeg je vingers en je tenen. Je rolt je eens lekker uit en doet je ogen open. Het zinnetje dat je nu moet onthouden in je hoofd is: ik heb alles wat ik hebben wil. Ik heb alles wat ik hebben wil.